Ja. Hey! Oh, kijk eens. Nou, doe maar luxe, jongens. Moet dat nou bij mij? Kom, boeren! Nee, het is gewoon een rookpotje. Het is gewoon een rookpotje. Was. Hij is ook wel een beetje vuurwerk, maar... Waarom Ja, maar we hebben ook wel eens met 3000 gezegd. 2,5 tot 3000. Ja, dus ik dacht dat het wel speelt. Waar staat jouw er dan? Zit niet jouw. Hè? Waar is jouw vader? Nou, die zit daar ergens tussen. Jij mag wat er soms, hoor. Ja. Als je daar kijkt, dan moet je meteen niet meer. Wat is daar aan de nachtbord? Ja, die reageert niet jou. Zie je, die gaat boven de nok zitten als vuurwerk komt, hè? Jij zegt ook jammer dat Jan weg wil komen. Kan nu het zien achteraan? Oh, dat heb ik niet meer gewacht. Ik zie meneer veel langer dan mij. Kom, boys! Zet hem op, hè! Kijk, van Michel loopt hier vooraan. Hey! Oh, nog een rookpotje, doe maar, jongens. Hey! Boeren! En de Leiden! Oh, jongens. Hoort erbij, jongens, hoort erbij. Nee, er zijn geen rookbommen. Hoort erbij, jongens. Witte bie. Ja, ik vind het wel mooi, hoor. Ja. Ik ben toch een beetje gewend. Ja, weet je, het hoort erbij, hè. Ik vind het wel mooi. Het gras is een beetje blauw, maar ja. Cliff, waar zitten ze als ik loop? Wie denk je dat wij zijn? Dat mag je ook nog wel even. Ik dacht dat jij het weet. Zo doen wij de warming op elkaar. Nou, niet op deze manier, hoor. Wij moeten een half veld altijd. Ja. Wij mogen nooit een heel veld. Ik moet het bos helemaal lopen, man. Hey! Nog een, jongens. Ja? Pas op, Miran. Er zijn nog. Ja. Ja. Ik ook, hoor. Kijk, cameraploeg. Dan is geen cameraploeg. Ja, helemaal niet. Stiekem weet de linker dikke joke. Is dat het hele team? Dit is de hele club nu, ja.
klein clubje. Op je post leek die veel groter. Ja, maar er zijn net pas nieuwe spelers ook tussen. Hè? Dus, maar er zijn nog heel veel spelers weggegaan. Hè? Maar jouw favoriet is er ook tussen. Ja, die loopt daar ook tussen. En dan ga ik jou daar zien. Moet je er maar heen lopen. Gaan we met Van Michum op de foto straks hoor. Ga ik wel doen. Gaan we met Van Michum op de foto. Zeg, Bastien, moet je er vier? Nee, dat was ik niet. Kijk, want wie het voor mij is dat Mike Snoei, die nu aan het vertellen is. Zeg die ook even, daar waren we ook gekomen. Nou, komen er nog straks wel meer jongens bij hoor, de komende weken. Ja, met die gele schoenen aan de binnenkant. En, ja, dat is wel weg. Nou, misschien kun je ooit wel een keer werken hier. Ja. Zeg, gaf dan, meer dan je verhaal. Eens bescheiden. Hoe dan? Hoe kan je nu een trui hebben als je loopt? Tering, ja, die hier man aan onze kant. Heeft iemand een trui? Lekker warm, ja. Oh, je hebt ook al. Jezus. Loopt die dan even op? Ja, die loopt. Dat doe je toch niet met dit weer? Nou, er zit er ook helemaal niet af. Ja, via vet zie ik. Ik kan niet tegen de zon. Kijk, Van Michum is met het zwarte haar. Mila heeft ook niet opvallende schoenen. Ja. Nee, dat ook niet. Mila heeft een blauwe schoen. Zeg het hier. Witte haar zit. Ja. 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 50 euro. Is het die wat kleiner, hè? Wie? Kleiner met zwarte haar. Dat is Van Michum. Dat is Van Michum, ja. Die daar loopt. Ja. Met die witte schoenen een beetje. Wat is hij dan? Verdedigen? Hij is aanvallen. Nu achterhalen. Wat ben jij dan? Ja, ook een beetje een aanvallen. Ik ben echt verdediger, die moet het dan hebben. Lijkt wel trainen. Zin niet. Welke moet ik hebben als ik verdediger? Moet je als vader zijn? Ja, wie zit in de verdediging? Anders moet ik maar even een speler vragen. Ja, dat kan ik wel. Ik zou wel een filmpje naar jou toe sturen. En waarom had gisteren jullie zo'n blauw shirt aan en niet een keeper shirt? Ja, dat weet ik niet. Misschien expres maar herkend. Ik denk juist dat Jordi mee heeft genomen, Jordi het wel kan hebben. Ja. Waar is de directeur dan? Waar is de directeur dan? Weet ik niet. Die zou dan ook wel bijstaan, denk ik. Valt wel mee qua drukte, vind ik, ja? Ja. Alleen de een van de andere man? Nee. Hij is van de ene. Ik ga ook een beetje wat. Ik ga een beetje de training een beetje filmen. Dan kijken we wat voor oefeningen ze allemaal doen. Nee, volgens mij nog eentje wel. Ik dacht het wel. Is dat er? Laat mij het dan ook maar zien. Ja, ik heb heel mooi beeld nu. Ja, een heel goed beeld heb je. Ja, dat wel. Laat het straks maar zien. Ja. Ja. Al die rode shirts zijn keepers. Ja. Maar hij valt niet op dat hij heel klein is. Als ik niet wist, dat lijkt me snel. Vind je het niet raar voor boekjes, zeg maar? Visjes gaan, ik ben niet zo goed. Lekker billen. En lopen veel mooier dan wij. Ja. Het zijn wel een beetje profspelers. Dat is best wel fijn, hoor, toch?
Feyenoord. Nee, niet tegen Feyenoord. Wel tegen Zwolle. Ook niet. Zwolle wel eens. Ook niet, ja. Hebben ze last gedaan. Ja. Dat doen ze wel, zeker. Ja. Kan Edwin is keepers trainer. Goedemorgen, Edwin. Oh ja, het is middag, ja. Goedemorgen, mannen. Er sprinten. Oeh, dat is wel een pittige. Weet je, zo'n zwemoefening. Zie je dat? Dat zou ik ook nog wel kunnen. Zullen wij dat wel kunnen? Nou, moet ik even oefenen. Steven zal er wel kunnen. Ja.
nog een pauze tussendoor? Ja, ik had ook als je benen te kloppen. De motoriek is ook een been in de lucht. Eén been in de lucht? Dat is goed. Dat is normaal. Hey, Milan wordt gecoacht. Dus als je de arm en de rechterarm en de linkerbeen al aan haalt, is het niet meer. Deze heb ik allemaal. Ja. Elke keer doen. Oh, wat een mooie ballen. Ja, mooi hè. Had jij die ballen gesloten? Dat is één bal hier. Zijn hebben we daar ook mee gevoetbald met die ballen volgens mij? Ja. Die ballen dit dus tegen mijn hoofd. Ja. Dus kijk hoe ze in de inhouding oefening aan het doen zijn. Dat is echt. Wie? Milan Hendrik. Nou, die zit daar ook tussen, geloof ik. Ik weet niet wie dat is. Dat is ook niet goed. Het heeft zich helemaal aan zijn helft. Ja, dat is wel zo. Dat is zo. Laat jou er gewoon eerst op afgaan, dat durf ik later. Dan ga ik gewoon met jou mee. Anders gaan we gewoon met mij mee, dat is beter. En dan pak ik gewoon de space die jij ook van. Ja, kan beter doen. Ik hoop niet dat Jordi nog weet. Ja. Hij woont drie keepers, toch? Bal aanraken. Ja. Drie keepers, ja. Zo'n 13 spelers of zo. Zoiets. Nee, meer. We hebben 17 spelers nu. 14 spelers, 3 keepers. Ja, zoiets. Onze keeper heeft een rood shirt en wij zijn zwart geel. Ja. Ja. Onze keepers zijn ook rood gekleed. Precies hetzelfde als deze. Rood. Geluk van. Normaal had ik het gisteren wel voorgesteld. Zo moeten wij ook wel eens. Maar misschien nooit met jou. Nee. Je bent met mij. Je bent altijd met mij. Je bent altijd meisjes, jongens, bij jongens, hè? Ja. Jebli, Ted, Javier. Zo doen wij dat nog. Ja. Maar is dat Owusu? Lero Owusu? Die donker. Ja, die donker.
Hm? Jawel. Ja, ik ga proberen met alle spelers mee op de foto te gaan. Dat is leuk. Sowieso met de trainer lijkt me dat wel. Nee, ik kan niet met spelen. Ja. Frank Olijven. Wie is de trainer dan? Maak Snoei. Die staat daar ginds. Nee, dat is Richard Roelofsen. Dat wordt zichzelf een beetje. Ik heb het wel. Dat is wel iets anders weer allemaal, hoor. Echt leuk om dit te zien. Jammer, jongen. Met alle respect, maar dat kun je er helemaal nergens op. Ah, jammer. En wij hebben zitten met mee. Alles heel erg, dat heb ik gedaan. Ja, zonder achter blijf ik op stand blijven. Ja. Nee, moet in beweging blijven. Belangrijk. Dus dat is ook wel wat. Ja, maar dat hebben we allemaal. Ik zwem wel ook in dat school, niet heel veel. Nee. Maar 2 kilo aan, die ik er zo weer af. Ja, precies. Leuk vind ik niet, maar dan begint mijn voetbaltraining daarna, dus dan gaat het weer af. Ja, ja, dan moet je het weer oppakken. Leuk vind ik niet meer, dan heb je altijd. Dat is Ralf Zoontjes. Dan eet je veel meer lekker groen, lekker vis en tuurlijk. Nog meer. Ja, ja. Ja. Ja, dat is verleidelijk. Ga je op vakantie? Ja, ja, regelmatig. Waar gaan jullie heen? Ja, ook Griekenland, Turkije. Ook de zon opzoeken. Ja, het voorjaar. En dan, maar dan is het eten wel lekker. Precies. In Spanje, in de zomer. Maar niet zo goed als je dan heel veel gaat eten. Nee, maar dat doe je toch. Je doet weinig, je drinkt veel. Drinken doe ik niet. Nou, je moet wel drinken. Jawel, maar niet drinken qua bier en alles, dat doe ik niet. Nee, oké, maar ja, gewoon meer andere. Ja. Ja, ik drink meestal het water of ijsteek wien, dus dat zijn 2 goede drankjes best wel. Ja. Ja. Alleen te eten heb ik er meer van aan. Ja, precies. Maar ze zeggen wel over het algemeen wel dat je snel aankomt van het drinken van het eten, zeg maar in het spel. Ja, ik probeer meestal als ik terugkom maar 2,5 kilo of 2 kilo aangekomen. Nee. Nee, maar er zit vaak ook wel veel vocht bij, hoor, denk ik. Ja, maar dat heb je dus ook weer af vooral in je eigen land. Ja, precies. Maar het is ook warm en dit is warm. Ja. Ik ga dinsdag met een vriend naar Bronsberg. Ik denk, we kijken maar. Oh. Gaan we al zwemmen? Ja, ja, Bronsberg. Een teamgenoot van mij. Okay. Die hebben sporten, dus dan hoef ik niet te fietsen. Nee, oké, okay, dat is wel lekker dan. Ja. Maar eigenlijk al 2 dagen fietsen, vind ik toch wel genoeg. Sowieso. Auto hebben we niet gefietst gisteren, hebben we een auto's gereden. Oh ja. Mijn vader was bij, dan moesten we de hele dag 20 minuten voetballen. Dan hebben we 6 wedstrijden, dus dan ben ik helemaal kapot. Ja. Ik had de bal hier recht voor de kop van. Oh, oké, jammer. Dus komt de tweede wedstrijd niet dat is, meer. Dat is Ralf Zeuntjes, toch? Snap ik. Hij is Ralf Zeuntjes. Ja.
ik weet dat het kan gebeuren. Ja. Maar ik lach nog. Ja, precies, dat is belangrijk. Als zoontjes. Ja. Gisteren was trouwens Jordi ook bij onze trainer. De keeper. Oh. Jordi. Ja, ik zat even kijken, dat zijn de keepers in het rode shirt. Hè? Ja. Maar waar is Hibbert? Ja, Ralf Zeuntjes, hè? Ja. Die is er bij, hoor. Maar kijk, maar Jordi was gisteren wel. En hij moest dus eigenlijk naar jullie doelschieten. Oh, ja. Ik ben gelukkig, ik ben daar niet zo goed in. Ja. City is meer spits, zeker niet. Oké. Okay. Als ik spits ga, dan wordt het echt een niet doen. Nee? Gaat hij erover, er langs? Klopt. Maar in verdedigen ben ik dus wel weer heel goed. Maar als je niet verdedigt, kan ik wel, hè? Ja. Ja, hij zegt gewoon ja. Nou nee, hij zegt niet altijd ja. Als het niet zo is, zal hij ook deze. Nee, precies. In het begin was ik niet zo goed in verdedigen. Oh ja, dat zal wel bij mij, maar je ziet het bijna. Alles kun je leren, hè? Ja. Oh ja. Maar nu na een jaar ben ik er eigenlijk wat beter van. Maar ik heb stiekem Jordi wat tips gevraagd. Die is ook een keer verdedigd. Oh. Het beste in de graafschap. Dat ben ik precies gaan doen wat hij heeft gezegd. Gewoon meelopen. Van, ja. Diegene helemaal gek maken en dan die bal. Oké. Okay. Ja. Nou, gelijk naar je andere. Stef Nijland. Ja. Ja. Hun doen een heel veld, wij mogen ook maar een half veld. We mogen voor maar halve veld voetballen. Oh, dat is ook kunstgras? Nee, gelukkig niet. Nee. Ja, ik zie zo. Kerry.